Doet hij het al? Kok. Goedemorgen, goede vriend. Ja, ja hoe ja, gaat zo. Het? Hey, hoe ja, was je vakantie? Ja, ik heb het heerlijk even eruit geweest. Nee, het was super. Ik heb jullie ook wel een beetje gemist, moet ik zeggen. Ha, gelukkig. Eerlijk is eerlijk. Wat heb je gedaan? Ja, we zijn even in Duitsland bij vrienden op bezoek geweest. Okay. Maar nee, dat was toppie. Hé, ik wil het niet zeggen, ja. Maar je ziet eruit, de opsteker, de wortelen, de sjaal. De medaille van de nieuwigheid van Prins Ben. En jij ook, hè? Ik heb die van Vera. Nina en Emmy. Dat is wel een chique ding, ja. Dat heeft me gekost. Het heeft wel, ja, maar goed, wij betalen dat er allemaal met z'n allen. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Oh, dan kunnen we ook wel bivalen wat schoneren. Ja, dat komt Vera regelmatig, heb ik vernomen. Maar goed. Maar wat zie je eruit, kok? Nou, ik moet dadelijk het trio mag ik rijden. Van, het Blerix. Het Blerix trio. Heet dat niet Dreespan? Peerde heet het toch ook Dreespan? Ja, dat zei Jos Wolle vroeger. Hè. Als ze het over een Dreespan hadden, zei nee, we hebben geen Dreespan. Ik zat maandag bij Alt Wijzoes, daar zei ik trio. Nou, de Wilsting en trio... Maar jong, en daar had ik ook nog een duo gezakt. Dus, okay. Terwijl ik me te mis. Je had wel vrienden gemaakt bij Prins Gijs. Prins Gijs. Die heb ik geïnterviewd. Ja, wel leuk toch? Het was net de kleinste boete. Hey, we moeten heel even melden. Ja. Dat is een komponken. Oh nee. Ja? Komponken, ja, dat doen we ook dadelijk. Nee, maar mensen die iets willen doneren voor Turkije en Syrië, 555, maar ook die zelf een actie willen ondernemen, dan kunnen ze Ruud benaderen, want die komt dat opnemen. Ruud Broekhoven. Ruud Broekhoven. Onze Ruud zal ik van zeggen. Van L1, want die hebben op woensdag een prachtige uitzending, actie. Ja. Nou, dat is toch prima? Ja, is dat een initiatief van Ruud? Want nou, dat lijkt me sterk, want zo'n goede idee heeft hij niet. Ik wou hem net een verenzoen. Oh, sorry. Ja. Nou, dan is het ook goed. Maar vanmiddag is kompronken. Kompronken. Ze hebben de Klaarstraat prachtig mooi versierd. Heb ik gezien. Ja, hebben we keurig gemaakt. Ja, ik zag wel een reclamefilmpje televisie. En eentje, die vergeet iets te zeggen. Die zegt van kom allemaal, of zoiets in plaats van kompronken. Kompronken, ja. Dus, maar ja. Het zal wel zo moeten. Ga jij erheen? Nee, ik moet... Jij moet de hele dag met die rol rijden. Tot 12 uur vanavond. En s'avonds ook naar de... naar de meetjes of wat ja. Ik ga dadelijk de dansmarietjes ophalen en zo. Oh. Ja. Wat heb je dan voor een auto? Een prachtige BMW. Oké. Maar dan kun je dan maar 2 dansen of 3 dansmarietjes in. Ja, maar dat is ook zo. Meer hebben we ook niet. Oh, en die prinsen gaan gewoon... Ja, erbij. Je hebt twee auto's. Hè. Je hebt de prinsenauto en je hebt de... Ja, maar dan neem ik aan dat jij de prinsenauto rijdt. Nee. Ja, sorry. Ja, je moet je plaats weten in het leven soms. Ja, dat klopt. Toch? Hé. Hey. Wat hebben we nog meer? Ja, ik vond het liedje van onze Lex en Chantal, ik vond het wel een mooi liedje. Ja, ik ook. Ik vond het fantastisch liedje. Ja, wat het met vastloven te maken heeft, weet ik dan niet. Maar ik vond het meer een crematorium liedje. Ja, dat, nou dat je zegt... Dat zal best veel gedraaid het worden, laatste denk, liedje, het laatste liedje en dan... Hup, ik denk dat als ik de pijp uit ga, dat ik dat wil. Ja, ik hoor het dan niet, maar dat ik die mensen ermee ga pesten. Maar jij naar het crematorium? Dan zit anderhalf uur te wachten, ben je nog niet weg. Nee, dat kan, ja. Heel leuk, Dick. Leuk. Dankjewel, Dick. Ik ga wat naast je liggen. Ja. Maar, En Frans zei op televisie: nee, ik heb het nummer van Lex en Min X. Lex en Min X. Ja, ook zo. Ja, dat hoorde ik hem zeggen, ja. Ja. Zou dat ook zo zijn dat die Chantal toch een keer met die Frans. Die heeft een paar jaar verkering gehad met Frans. Oh. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik echt niet. Daar komt dat liedje van Hello in the Yellow. Okay. Dat in die tijd hebben ze dat opgenomen. Toen was die nog volledig onbekend. Hoor je nog eens wat. Ja, ik heb een slinger in het gezicht hangen. Ja, maar ja. Het is vastelovend. Bijna. Wat ga je nog meer doen? Oh nee, je gaat dus niet. Vandaag rij je, morgen rij je. Een belangrijke bekerwedstrijd. Nee, morgen moet ik aan de bak met biljarten. Dus, Oké. Dan is het weer een hele andere koek. Ja. Nou, ik ga voor de afwisseling. Ik dacht ook nog dat Thije Marije een nieuw liedje had, maar dan hoor ik jou net zeggen dat het 2019. Ja. Oh, maar ja, is dat wat? Oh, ja. Dus dan zitten ze ook geen 30 jaar in het vak dit jaar. 37. Ik heb dat uit. Zo ben ik erachter gekomen. Ik zet er daar onder, want ze hadden die datums erbij staan.
En toen zegt iemand, je moet goed lezen, dat is een bericht uit 2019. Dus die Tij belazert de boel eigenlijk een beetje. Ja, ik weet niet of Tij dat gedaan heeft. Oh ja, dat kan ook iemand anders doen. Hè? Ja, 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 dat is ook zo. Wat zit jij maar, te waaien? Oh. Zo gauw Tij en Marij een feest hebben gekocht, dan denk ik toch dat wij degene moeten Wij zijn erbij, we zijn erbij. Ja, ja, wij staan hebben erbij. We verder nog, zijn er nog activiteiten? Ja, ik weet dat er prinsenreceptie nee, alleen en jeugdreceptie van de wortelpunt heel veel recept. Weet je wat ik me ook even afvraag? Ik was... zondag op de receptie in de Verlonenzaal, ja, ja, bij, ja, ook bij deze hier. Ja, 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 ja. Op één dag komen die allemaal bij elkaar. Dus 's morgens gaan die van het Dreespan van de Gaaskertel in de Maaspoort de Jokers feliciteren. En 's avonds komt het Dreespan van de Jokers. En ik heb een waarschuwing voor de risicogroep. Dat hoor ik overal op dit moment dat er erg veel corona aan het exploderen is. En nu, dames en heren. Dat feliciteren. Eén dingetje nog. Hè. De Veles, die gingen ook naar de Gaasketel. Die moesten daar om 8 uur present zijn. En weet je hoe laat ze aan de beurt waren? 10:30. 11:30. Ja, dat weet ik. Weet je waarom? Maar weet je wat wel? Dat is deze maatschappij. De Jokers komt binnen, die loopt zo op het podium. Ja, 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 maar ja, dan zeg je... Ja, zeg dan alsjeblieft niet de Jokers, want dan kun je voor opgepakt worden, hoor. Denk eraan. Het is levensgevaarlijk. Ik vind de Jokers veel mooier klinken als alleen Jokers. Ja, ja, dat is te simpel. Het is ook de wortelenpil. Oké, de spreuk. Ja, dames en heren, van onze helaas dit jaar weer niet uitverkozen stadsdichter... Kok Ooms, chauffeur van de wortelenpin, de spreuk van dit jaar. Oh, ik moet nog één ding zeggen, sorry. Ja, ja, maar een hele belangrijke, want niet-Vendonaren kunnen een gemeentelijke onderscheiding krijgen. Kok, dan kan ik maar één man voordragen, daar ben je. Dus, oké, de spreuk. Ja, de spreuk. Laten we morgen om 8:30 afspreken. Oh, nee. Dit wordt een uitzending van 30 minuten. Begint het jullie al te kriebelen en is alles al gestreken en hangt het klaar in de kast... Wij hopen dat de hutjes en de Vosloverskleding en alle versierselen nog jullie past. Nog 6 nachtjes slapen en dan gaat dat los met vrijdag de top 5. En zaterdag de boetegewone boetezitting van het stadscomité. We gaan ons dus voorbereiden op het top Vosloven en gaan met deze Vosloverstrein mee. Nou, Vosloven samen. Hoi hoi. Zonnegooi hebben we nog nooit gehad. Zonnegooi hebben wij nog nooit gehad. Wenn das so weitergeht. Kunnen we nog koffie krijgen? Ik niet hoor, ik niet. Ik ook niet.